zware regenval zorgt voor wateroverlast in België, Duitsland en Zuid-Limburg. En dat levert veel vragen op, want wat is er nou gebeurd en wat kunnen we nog verwachten? Ik ga in gesprek met Alfred Snoek om antwoord te formuleren op al dit soort zaken. Alfred, vanuit meteorologisch oogpunt, wat is er precies gebeurd? Ja, er is een lage drukgebied terechtgekomen boven Duitsland. En dat lage drukgebied is daar stil komen te liggen. Dus daar zijn 2-3 dagen lang dezelfde buien op dezelfde plek gevallen. En om hoeveel water gaat het? Nou, op sommige plaatsen praat je in 2 dagen tijd over 200 tot 250 mm regen. Dat is vergelijkbaar met wat er eigenlijk in de hele zomer zo'n beetje hoort te vallen. En wat is de consequentie daarvan? Nou, de consequentie hebben we natuurlijk gezien. Hè. Heel veel water moet in korte tijd door die smalle dalen richting de grote rivieren. Ja, dan gaat dan zoveel water door die dalen heen. Ja, dat kunnen ze niet aan en die beekjes en die riviertjes die stromen dan over. Is het grootste gevaar nu geweken? In Duitsland, België en het zuiden van Limburg begint het nu droger te worden. Dus er komt geen nieuw water bij. Dus dat water begint nu heel voorzichtig te zakken. Daarmee zijn niet alle problemen gelijk voorbij. Maar het zwaartepunt lijkt voorzichtig op zijn hoogtepunt geweest te zijn. Je ziet wel dat het water uiteindelijk nog via Maas en Rijn moet afgevoerd worden. Dus stroomopwaarts, ja, daar duurt het nog eventjes voordat daar de hoogste stand van het water bereikt is. En hoe uitzonderlijk is dit? Want ja, gaan we dit nog vaker zien? Ja, het is heel uitzonderlijk. Dit zijn waterstanden die je in de winter bijna niet ziet. Laat staan in het zomerseizoen, waarbij er veel minder water door de rivieren heen gaat. Dus wat dat betreft is het heel uitzonderlijk. En op jouw vraag, gaan we dit nog vaker zien? Ja, dat is wel het idee. Het klimaat warmt op. Warmere lucht kan meer vocht bevatten. Dus dit soort events van heftige regen zullen we vaker zien. Dus ik ben bang dat we dit de komende tientallen jaren vaker gaan zien in Nederland, België en Duitsland. Zijn we daarop voorbereid? Nou ja, ik denk dat we nu hebben gezien dat dit soort neerslaghoeveelheden op uitgebreide schaal, dat we dat nog niet aankunnen. Dus het is wel een les, denk ik, om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het water, ja, aan het begin van de beekjes en de rivieren, toch op een veilige manier naar de grote rivier toegevoerd kan worden, zonder dit soort excesses. En dan nog een laatste vraag. Hoe groot is het gevaar nu nog? Nou, we praten wel over een ander gevaar. In het lage deel van Nederland, waar de Maas en de Rijn stromen, zijn er met name de uiterwaarden die onder water komen te staan. Her en der wat kaders die misschien onder water komen te staan. Dat zien we van tevoren aankomen. Wat er in Valkenburg bijvoorbeeld is gebeurd, ja, dat was echt iets wat heel snel, heel plotseling kwam. Dus daar werden we misschien wel een beetje door verrast. Maar wat er nu langs de Maas en de Rijn gaat gebeuren de komende dagen, ik denk dat we dat wel redelijk goed zien aankomen. Dus daar zullen we niet heel erg van door verrast worden, gelukkig. Gelukkig. Dank jullie wel voor het kijken. En als er nog vragen zijn, laat het ons vooral weten. Dan kunnen we daar misschien ook antwoord op formuleren.